Op vrijdag 18 december werd tijdens de netwerkborrel van Horst aan de Maas natuurlijk ondernemend voor de eerste keer de verbinding uitgereikt. Een bijzondere aanmoedigingsprijs voor bijzondere projecten of evenementen in Horst aan de Maas. Er waren 6 projecten die alle een geldbedrag meekregen. De projecten Grubbevorst Online, Dorpsdagvoorziening Broekhuizen, Broekhuizen Voorst en het Dorpshuiskamerproject Zevenum kregen alle een aanmoedigingsbedrag van €450. Natuur en Jeugd, baas van Horst aan de Maas en de Dorpscoöperatie Amerika ontvingen ieder €750. En een hele mooie prijs. We zijn nou grofweg een driekwart jaar aan de gang. Niet wetend wat we aan het begroosten, maar ook deze prijs blijkt toch maar dat het aan alle kanten gewaardeerd wordt en gerespecteerd wordt hoe wij de zaken aanpakken. En dat geeft ons eigenlijk wel een goede moed, of we zien dat blij. En we hebben dan ook zelf het idee dat we op de goede weg zien. Dat we zo vooral door moeten gaan. Voor de eerste keer heeft Horst aan de Maas natuurlijk ondernemend een verbinding uitgereikt. Hoe is dat idee gekomen? Nou, de doelstelling van Horst aan de Maas is natuurlijk ondernemend is verbinden en de gemeenschap versterken. En wij zien heel veel goede initiatieven voorbij komen die mensen verbindt en instellingen en instituten met elkaar verbindt. En wij vonden het een goed idee om daar wat meer aandacht aan te geven. Het is geen wedstrijd geweest. Een stuurgroep heeft mensen kunnen nomineren. Een bewuste keuze. Ja, er zijn heel veel wedstrijden en rankings en noem maar op. We hebben eigenlijk gedurende het jaar met elkaar gekeken van wat komt er zo allemaal voorbij. En als je lid bent van de stuurgroep, dan wordt aan je gevraagd van welke initiatieven vind jij nu innovatief, verrijkend, bijzonder. Nou, die hebben we allemaal opgeschreven. En uit die lange lijst hebben we 6 genomineerden gekozen waarin we eigenlijk gezegd hebben van op de een of andere manier vinden we die bijzonder. En daarom hebben we daar een prijs aan gegeven, zonder dat dat een wedstrijd moet zijn. Horst aan de Maas, natuurlijk ondernemend. Jullie zijn eigenlijk als summum de verbindende factor binnen deze gemeenschap. Ja, we willen graag initiatieven ondersteunen, maar niet op de voorgrond, maar ook vooral op de achtergrond. Maar het doet er natuurlijk wel toe dat je zichtbaar bent voor die gemeenschap en voor die omgeving. En vandaar dat we het op deze manier proberen te doen. Overal waar we kunnen aansluiten, doen we dat. Maar we gaan niet vooraan staan om mensen bij elkaar te brengen. Maar we ondersteunen juist initiatieven die van de grond gaan komen. En organisaties, bedrijven die denken daar een mooie rol in mee te kunnen spelen, die kunnen zich aansluiten. Ja, iedereen is van harte welkom om te participeren in Horst aan de Maas, natuurlijk ondernemend. We worden steeds bekender en we krijgen ook steeds meer participanten. En Gabi Dings, onze facilitator wat dat betreft, staat hartstikke open om nieuwe mensen en bedrijven te ontmoeten. 2016 en Horst aan de Maas natuurlijk ondernemend. We zetten de stappen die we al gezet hebben verder. We proberen ook weer nieuwe initiatieven te ontplooien, te ontwikkelen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. En u gaat steeds meer van Horst aan de Maas natuurlijk ondernemend horen.